Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en vandaag maken wij de lekkerste carnivore hamburgerbuns. Nou, die kan hier, die gaan we zo dan opnieuw bakken. Ja jongens, ik heb hier een heerlijke lams gehakt en achter die vliegen die ook zo zat, dus ze gaat even de koelkast in. Ik ben ondertussen dus een echte carnivore. Ik zit namelijk vol in mijn dieet. 5 kilootje afgevallen in 3 weken. Super blij mee, zoals jullie van de week zagen. Nou ja, ik mis natuurlijk ook wel eens iets. Want je hebt natuurlijk alleen maar vlees, boter en eieren waar je mee kan spelen. En ik ben nogal een broodgek, want ik ben van ouds bouwvakker. En dan 's morgens een bakje koffie met een snee brood en wat ham erop. Ja, daar word ik al helemaal vrolijk van. Dus ik ben daar al een beetje mee in het stoeien geweest. Ik heb er ongeveer, denk ik, al 15 keer gebakken. We gaan nu de hamburgerbuns nog een keer maken. Straks gaan we ze ook nog even in gebruik nemen met het lamschaakje. Dus we gaan kijken hoe ze eruit zien. We gaan naar de structuur kijken en of het allemaal lukt zoals ik het gepland heb. En we gaan even straks het grillen. Dus dat komt helemaal goed. We gaan meteen aan de slag. Oh ja, het is trouwens wel een beetje vreemd, want de hamburgerbunnetjes worden opgebouwd uit varkenshuid. We gaan vandaag dus bakken in de barbecue. De barbecue staat al ingesteld zoals je ziet op 160, 165 graden. Perfect. Gewoon indirect en direct ingedeeld zodat je twee kanten op kunt om te bakken indirect. En dan rechts grillen direct. Ik heb deze houtskool genomen, appelhout, omdat hij heel snel opstuit. Dat vond ik gewoon leuker en gemakkelijk. En hij is heel neutraal, want ik vind het niet zo lekker om rook in mijn broodje te hebben. Nou ja, dan weet je nu in ieder geval hoe de barbecue erbij moet staan. Gaan we direct naar het hamburgerbunnetje. Dus even kijken, dan heb ik hier de hoofdingrediënten voor onze hamburgerbuns. En dit is dus varkenshuid. En ik denk dat jullie dat wel kennen, zeker wel. Maar dan is het beter bekend als knabbelspek. Serieus lekker, zoutig en volgens mij gefrituurde varkenshuid. En als we dit dus gaan fijnmalen, dan hebben we dus pork panko. Ja, vrienden, ofwel een lekkere, vettige, zoutige, smaakvolle varkenspaneermeel. En die echt volledig in je carnivore of keto dieet past. Oh ja, en laat ik dat even niet vergeten zeggen, het is gewoon de knabbelspek van de supermarkt. Ik weet bij god niet wat voor apparaat jullie gebruiken, maar maal het in ieder geval goed fijn, want dan hebben we zometeen zeker geen harde stukjes in de bun. Dan kijken we nu even goed naar de structuur van de pork panko en dan weet je in ieder geval hoe fijn je het moet malen. Dan nemen we nu 4 middelmatige eieren en die gooien we dus in de beker. En let even op, dan nemen we 2 eieren en die scheiden we het wit van de dooier. Dat doen we omdat het eigeel te veel smaak geeft en we hebben een zometeen nodig om af te lakken. En deze 2 eiwitten mogen dan ook gelijk bij de beker in. Dan klutsen we tussendoor de eigeeltjes even los. En mag deze aan de kant, want we gaan nu onze pork panko wegen. En ik heb ongeveer nodig 55 gram. Het is trouwens een vrij simpel receptje. En zit je er een grammetje naast, maakt dat niet zoveel uit. Daarbij gaat een vol zakje van 15 gram bakpoeder. En dan voor de kleur en om iets de smaak van de ei weg te nemen, een theelepel paprikapoeder. Nou, vervolgens draaien we hem dus dicht en dan gaan we lekker mixen. Ja, jij daar. Wist je dat trouwens? Daar rechts in de hoek zit een knopje. En als je daarop drukt, ja, dan maak je mij weer gelukkig. En nu help ik jullie weer verder. Kijk eens aan, dat is mooi. Dan heb ik hier mijn bakspray en 2 kleine skilletjes. Want daar gaan we in bakken. Wat doen we nou? We nemen de bakspray en dan spuiten we gewoon in. En dan halen we daar een doekje voor, zodat hij minder plakt. En dat doe je goed, helemaal op ook de randjes, zodat hij in ieder geval helemaal rondom gedaan is. Nou, dan draaien we hem nu dus los en ik heb daar al een beetje azijn klaarstaan. Nu gaat er dus een halve eetlepel azijn bij in. Een klein scheutje, dat doe je op het laatst. En dat doe je om een zuurgraadje er iets in te brengen, dat zit in echt brood ook. En om de bakpoeder ietsjes te activeren. Dan kijken we er even naar de bakvorm ofwel de skillet en we storten er ongeveer 15 mm in. Kijk, dan kunnen we nu ook mooi even kijken naar het beslag. En zoals je ziet is het een beetje dezelfde structuur als gele vla. Kijk eens aan, dan kunnen ze nu lekker de barbecue in. Ik trek de barbecue ook meteen open en dan gaan ze aan de linkerkant. Daar is het indirect en dan krijgen we niet die intense hitte aan de onderkant zodat die bodem verbrandt. Dat wil je niet. Nou ja, helemaal klaar. Staan ze er mooi in. Sluiten we de barbecue. En luister goed, dan wachten we 20 minuten. Dan neem je in de tussentijd een vers takje rozemarijn en die snijden we helemaal fijn. De totale baktijd is 30 minuten, maar bij 20 minuten dan kwasten we eigenlijk de bovenkant in als die hard genoeg is. Nu zijn we 20 minuten verder en nu kunnen we de bovenkant bestrijken met ons eigeel, want die is niet meer vloeibaar. Ben je iets te vroeg namelijk, dan druk je die bovenkant kapot. En dat wil je niet. En wat je wel wil, is die fijngesneden rozemarijn. En want dat is zo lekker. In je bakkes! We zijn nu ongeveer 30 minuten verder. Ik ben heel nieuwsgierig. Daarom trek ik nu ook meteen de barbecue open. En zoals je ziet zijn ze mooi goudgeel van kleur. En dat is wat je wil. Nou, voel ik even of die mooi stevig is. En hij voelt perfect aan. Dus hij mag van mij gewoon de barbecue uit. Kijk, die zijn natuurlijk gloepend heet. Moeten ze ietsjes afkoelen. Komen ze ook iets vrijer van de skillet. En dan kunnen we ze er makkelijker uitwippen. Dus ik leg ze even onder een doekje.
Ik heb ondertussen dus nog een keer hetzelfde gebakken en precies hetzelfde recept als net. En nu hebben we dus weer twee bunnetjes erbij en dat wil ik ook juist, want ik wil een beetje voorraad hebben, want ze kunnen heel makkelijk in de vriezer. Kijk, deze versie is wat dikker en dat heb ik expres gedaan om even te laten zien. Als je wat voller stort, krijg je ook een vollere bun. En dat is maar net een beetje wat je wil. De dunnere versies kun je namelijk ook heel mooi in de tosti-ijzer doen. Gaan we nu even naar de dunne versie en naar de binnenkant kijken als ik hem opensnijd. En klappen we hem gelijk dus even open. En zoals je ziet is hij dus mooi luchtig. Hij ziet er heel goed uit. Het is een mooie structuur, niet te stevig, mooi fluffy. Zeker ook nog vochtig. Wajoe, op naar die hamburger. Kijk, dan hebben we hier ons Texels lamsgehakje van Meatmarket.online met een vetgehalte van ongeveer 25 à 30%. Mooi vettig, daar houden we van. Die gaan we op smaak brengen met de SPG. Een fantastische rub zonder suiker, dus dat past perfect in ons dieet. Nou, we mengen hem dus gewoon een beetje rondom, helemaal lekker doorkneden. Dan gaat hij dus in dat skilletje. Heb je dat gedaan, pers hem dan goed aan en dan wip je hem eruit. Heb je hem eruit, dan druk hem er iets naar beneden zodat hij iets dunner wordt. En dan mag hij eventjes de koelkast in. En dat doen we natuurlijk om ietsjes op te stijven, zodat hij wat meer kan hebben op de grill. Kijk eens aan, ja jongens, dan zit het er weer op voor vandaag. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Een heerlijke, fluffy, vochtige, ja, burgerbun. En je kunt ze ook nog toasten in je tosti-ijzer. En wil je het eigenlijk gewoon het niet in je barbecue maken, dan kan het ook gewoon in je oven. In je oven, sorry. Maar in ieder geval heerlijk, smullen. Je kunt hem nog aanvullen met allerlei kruiden, zodat je je eigen twist eraan kan geven. Dus serieus leuk als carnivore, maar ook gewoon voor de normale pitmaster goed te doen. Nou ja, ik hoop ervan dat jullie genoten hebben. Ik hoop in ieder geval dat jullie ook eventjes abonneren. Want ik heb hier heel veel moeite in gestoken. En jullie kunnen er lekker van genieten. Dus dat doen jullie ook weer wat terug. Net zoals elke week zeggen we dan hashtag verrekte lekker. En tot de volgende. Hey jij daar. Kom je van de week weer even kijken. Dan bedenk ik vast wat lekker is voor jou. Bakkers. Pom 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 pom.